Elke surfmonteur die heeft zijn eigen kwaliteiten natuurlijk. Je hebt er een paar die zijn echt goed in storingen. En er zijn er een paar die zijn echt goed in sleutelen. Ja, zo heeft iedereen wat hij leuk vindt. Je weet ook bij wie je moet zijn met bepaalde vragen. En zo werk je gewoon ook samen aan een oplossing. Ik was laatste keertje naar Frankrijk gegaan met het vliegtuig. Hadden ze een week daarvoor even een pallet onderdelen opgestuurd naar een dealer daar. En die hadden een paar kranen klaargezet en dan kon ik daar het spul erop gaan sleutelen. En toen kreeg ik de volgende dag van hun een auto mee. Dan moest ik nog weer 250 kilometer verderop zijn richting Spanje. Er stond er nog één klaar. En toen kon ik daar nog eventjes een onderdeel wisselen. En toen snel weer terug om het vliegtuig weer te halen. Dat soort dingen, dat maak je mee. In ieder geval door heel Nederland. We hebben heel veel klanten zitten. Maar in België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, overal. Mijn rol binnen Hovelon is support engineer. Mijn taak is om klanten die een kraan hebben, die bellen met een storing en die helpen wij weer op weg. Ja, de klanten, als je daar aankomt, die zitten natuurlijk met de handen in het haar, die kraan die werkt niet. En je komt daar, je lost het op, je ziet die mensen dan weer lachen en dan ga je natuurlijk met een goed gevoel weer naar huis. Dat is wel echt wat je goed doet. Ik kom uit de automotive wereld en daar was ik degene die altijd complexe storingen oploste. Voor garages en dealers. Ik was daar alleen in een werkplaats aan het werk, in mijn eentje. Op een gegeven moment ging ik wel echt een team missen. Mensen gewoon om je heen en vrijheid om ergens heen te gaan. En Hovelon biedt dat allemaal. Want je komt aan en je hebt soms nog geen idee wat je gaat doen, wat je aantreft. En je gaat aan de gang en op een gegeven moment dan, na een poosje, dan weet je gewoon van deze kant gaat het op. Je moet de juiste vragen stellen, oorzaak, gevolg bepalen. En als je dat hebt, dan kan je onderdelen verzamelen die je nodig denkt te hebben. Nou, we hebben natuurlijk alles eigenlijk in eigen ontwikkeling. Dus als je ergens niet uitkomt, dan bel je een collega op en je hebt het antwoord heel snel. Ik heb bijvoorbeeld laatst zelf nog een keer een korte cursus gevolgd bij de fabrikant van sensoren die wij gebruiken. Daar hadden wij problemen mee en die wilde ik gaan onderzoeken. En toen kon ik weer een heel stuk verder. Die hebben mij precies uitgelegd hoe dat werkt. Ja, die ruimte krijg je gewoon. De persoon die wij zoeken in ons team is eigenlijk iemand die gewoon van sleutelen houdt, van aanpak houdt. Die wil weten hoe dingen werken. Je moet gewoon nieuwsgierig zijn. Oplossingsgericht zijn. Dus als iets niet wil op de manier zoals dat je denkt dat het moest gaan. Maar het moet toch werken, dan moet je wat anders verzinnen. Ja, wat dat betreft maakt het helemaal niks uit wat voor een achtergrond je hebt qua opleiding. Als je nou fietsenmaker bent of wat dan ook, automonteur. Of als je gewoon die eigenschappen hebt die ik net noemde. Dat is eigenlijk wat wij echt zoeken. En de rest leer je vanzelf, want die mogelijkheden zijn er. Dus dat komt gewoon goed.